Hallo oh, iedereen, Pieter hier, oftewel Oma op een bakvis met vandaag een nieuwe commentary. Vandaag heb ik de lang verwachte Terminal MOAB jullie, really, want voor degenen die me niet op Twitter volgen, zal ik het even samenvatten. Ik heb drie keer een 23 gunstreak gehaald, twee keer een 22 gunstreak, één keer een 20 gunstreak, en nog talloze 17 plus gunstreaks. En al die gunstreaks hebben niet geresulteerd in een MOAB, en daar werd ik best wel pistof van. Ik, uh, ik heb uh, echt... Meerdere frustraties avonden. Of traf, andersom Pieter. Meerdere avonden vol frustraties. Heb ik aan die MOAB op Terminal geprobeerd te werken. De eerste dagen nadat Terminal uitkwam. Met een volle party. Alleen maar naar Terminal hunten. En uh, het is me telkens net niet gelukt. Ik wilde zo graag een van de eerste YouTube commentators zijn. Die de Terminal MOAB haalde. Maar joh jongens. Uiteindelijk uh, is het me toch gelukt. Het is wel een maandje vertraging. Ik geloof dat um, de map pack 17 of 14 juli uitkwam. En het is nu um, 14 augustus. Dus dat is precies een maandje later. En deze Javelin spot. Voordat ik verder ga onthouden. Precies op onder van dat ene zwarte bubbeltje. En daar kan je dan altijd mega veel kills halen. Zoals hier. Boom. Multikill. ja yeah, bitches. Vijf man multikill. Omdat ik ook nog die Divine kilde. En uh, die had ik dus een fractie van een seconde daarvoor gekilld. En um, dat zorgde dus voor de vijf man multikill. Waar ik redelijk blij om was. Maar die Javelin spot moeten jullie dus echt ontzettend gaan onthouden. Heel erg gaan onthouden. Want daar kan je altijd wel een sikke multikill halen. Als het niet gewoon in een normale game type is, dan is het vast wel in Domination. Want in Domination is die Javelin Spot, ja, ik zou hem bijna overpowered gaan noemen. Want je haalt altijd wel twee of drie kills en uh, af en toe één kill. Dat is de zeldzaamheid, die kerel die liep hier eerst hierheen. Maar die zag ik net niet. Maar uh, nu wel gelukkig, want anders uh, had ik deze MOAB niet kunnen halen en hij. Uh, <laughs> en, dan de, en, en dan had ik geen multi-kill gehad. En uh, ja, dat is toch wel waar je de MOAB voor haalt. Maar ik denk dus dat, uh, dat je die Javelin Spot het beste kan gebruiken in Domination. Als je je hele. Of, of oh, tenminste, wat zeg ik nou? Als je de hele enemy team bij A hebt gespawntrapped. Want voor degenen die het niet weten. Je hebt bij A een monsterlijke spawntrap. Echt onvoorstelbaar. Voor degenen die MB2 hebben gespeeld, is het oud nieuws. Maar voor degenen die. Uh... PlayStation 3 spelen. En waarbij Terminal, geloof ik, nog moet uitkomen. Ik weet het niet zeker, maar uh, het zou kunnen dat hij daar nog vooruit moet uitkomen. Of dat hij net een paar dagen uit is. Maar het zal er in ieder geval om gaan. Je kan op A bij Domination zo hard spawn trappen. Uh, ze hebben drie uitgangen. Ze hebben hier door de Hallway of Dead. Oftewel de, de Gang der Doods. <laughs> ze kunnen door het vliegtuig of ze kunnen uit het raam springen. En ze kunnen hier achterlangs. Dat is ontzettend weinig. Omdat je uh, op elk van die uit, uh, uitgang. Heb je, moeten ze eerst een ontzettend lang stuk rennen? Voordat ze er echt uit zijn. Ik bedoel, hierachter, dan moet je een hele, heel open vlak langs doorgaan. Nou, de Hallway of Death. Oftewel. Uh, <laughs> de gang der doodsheid. Dat spreekt voor zichzelf. Dat is gewoon echt uh, de langste, langste sideline of the, de langste view. Ah, moeilijk in het Nederlands te zeggen. Als je al die Engelse filmpjes van Team Martin kijkt. Dan hebben ze allemaal. Uh, allemaal Engelse termen gebruiken. Dus daar maar daar heb je dus de. Het langste lijn van zicht, ik denk dat ik het zo ga noemen. En. Uh, what fuck. Als jullie een beter, een beter woord over hebben, laat me even in de comments achter. Dan kan ik die in mijn volgende video's gaan gebruiken. Maar. Je hebt daar dus een goede um, line of sight. je gebruikt trouwens rice Paradox, mijn teammaat. Ook even die Javelin. En volgens mij haalt hij een. Um, uh, triple kill. Ja, ik wist het. Hij haalt dan een triple kill. Echt ontzettend goed is die Javelin Spot. Onthoud hem altijd. Het is ontzettend handig in Domination. Als je ze dus bij A hebt gespant. Het beste is hij nog precies aan het begin van het potje. En als je bij B spant. Ik span persoonlijk span ik nooit bij B. Ik denk dat het eraan ligt. Dat, uh, dat bij de uh, metaaldetector dingetjes. Dat als je daar spant. Dat dat toch wel echt even de slechtste span is die er bestaat. En ik speel meestal in een volle party. Dus ik denk dat Infinity Ward heel slim bezig is. Dat ze uh, express teams vol. Dus uh, uh, gewoon echt goed gecoördineerde teams. Dat ze die daar expres laten spawnen. Zodat. Uh, ik weet niet precies waarom. Maar ik denk dat het iets uh, moeilijker voor dat team wordt om, uh, ja, om de winst binnen te slepen. Maar uh, dat, dat is misschien wel een hele, hele hypocriet Of hoe noem je dat? Hele paranoïde uitspraak van mij. Maar volgens mij is het wel zo. Maar als je dus bij B spant. Kan je die Jeff in spot gebruiken. En je hebt gegarandeerd een triple kill. Ik zweer het. Mocht je een triple kill met die spot halen. Zet hem dan even in de. Als videoboodschap. Maar uh, jongens. De gameplay zit er alweer bijna op. Vond je hem leuk, geef hem een duimpje omhoog. Dat helpt me ontzettend met groeien. En als je hier nog steeds naar kijkt, dan, uh, dan heb ik hem misschien wel verdiend ook. En uh, ik uh, favorietje kan ook. Laat een comment achter en dan check ik jullie bij de volgende commentary, gasten. Later.